Want en dat is niet gering, was hier allemaal aan het maken zijn. Hallo. Hoi. Hoe gaat het? Goed. En met de afwerking bezig? Met de? Dat is de afwerking, of niet? Ja, ja, voor de buitenloop, hè. Ja, voor de buitenloop. Ja, direct van de Noorman. Ja, dat klopt. Nee, een Viking is zoals hetzelfde. Een Viking is zoals hetzelfde? Ja, ongeveer wel. Zijn een blonde? Ja, ja, goudkleurig meer, hè. Ja, van die witte pijn hoor. Ja. En veel mik gegeten? Ja, maar ja, mooi, witte pijn hoor. Is dat witte pijn? Of is dat witte pijn? Nee, gauw. Oh, dat dacht ik. Hij veel geleden in oorlog, hij nog in de tand over. Ja, dan maar. Dan moet je maar de stad af toe gaan, hè. Oh, dat mag niet in beeld. Oh, sorry. Censuur. Censuur. Dan doen we het in braille, hè. Als je wil hier alles in braille doen, maar... Ja, ze hebben toch links en rechts een paar ogen opgemaakt, dus dat braille zal ze veel niet uithalen, denk ik. Ja, stukken vijf koppen hier bij Nigering in deze mooie schuur. Met een lekker kachel erbij. En is het ja, wel uit te houden zo? Ja, dat is hier goed warm, hè. Ja, mooi prutswerk. Ja, we kunnen bij je zitten. Ja. Volgens mij verdien ik door de week de kost ergens in de bloemisterij, als ik er zo eens bezig zie. Nee, daar zit hij erachter. Dat is je naam. Zit er nog iemand achter? Ja, die moet ik even vullen, man. Die heeft er ook eens mis bij. Jan, er zit ook nog iemand. Onze bloemenman. Dan moet ik hem toch weer op gaan zoeken. Ja. Dat is na het eruit. Ik wil er niet bij. Ik loop zomaar even Jan los. Dat hoeft waar niet aan ze verkleden. Nee, daarom. Alleen mijn hoed nog. Dat is zo'n gummie, is die? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Hier hangt ook... Ja, dat is voor een special effect. Special effect. Je hebt ook weer een mooie kop met een prachtige snor erbij. Ja. Met een grote moustache. Hij is een ossenaar. Wat is dat voor iemand? Hij is een ossenaar. Dat is een ossenaar. Ja, toch zijn er van huis uit geen kooi. Dat geloof ik nooit. Die moest eigenlijk uit de optocht voor... Moest hè? Ja, eigenlijk wel. Moest hij in het moestland? Ja, de ossenkoppen rijken, hè, dacht ik zo. Ja, dat is... Ik weet niet hoe dat zit met die ossenkoppen. Valt dat tegen met die ossenkoppen? Ja, zeker. Ja, veiligen? Ja, dat veilig zeker, ja. En waarom? Nou, dat weet ik niet. Oh. Nou, gepraat tegen een oud ossenaar, dus houd het in de gaten, hè. Ah, een cowboy of zoiets. Of zoiets? Wel, hè. Ja, lucky luck. Oh ja, dat klopt, maar ja, met zo'n checksje tegen die onderlip aan. Ja, om een beetje reclame maken, hè. Maar checksje wel? Oh ja, dat is checksje. Dus dat is zonder merk, hè? Ja, hij heeft groene haar. Het lijkt echt meer op de nulk. Toch wel? We moeten maar kijken, hè. Oh. Extra. Oh, mijn bier. Kijk, hij heeft groen haar. Meer dan alle. Ja. Oh, dan mag... Ja. Van hier kan je bent, want dat is moeder. Is het druk door, of niet? Nou, dat valt wel mee. Ja. Ja. Dat is niet gering wat er nou weer gebeurt, dat ziet er wel. Adam. Hij met zijn lange hoor. Maar ik wil dat niet mooi. Hij moet echt naar de kapper, hè. Hij is zelf even met de kapper bezig. Ja. Is hierin. Daarom noemen we hem ook Hassan. Moet je plotseling niet door, Willem? Nou, daar Willem, die moet er beslist steken zo. Willem hier. Willem, onze sponsor, mag ook in beeld bij Nigering. Want hij is ook weer Nigering natuurlijk wat er gesponsord wordt. Nee, Nigering nee. En zo werkt dat, want zonder die mensen kunnen we natuurlijk niet draaien. Je hebt de schuur nodig en dan kan de kachel er ook bij. Dan moet die lampje laten, denk ik. Ja, maar zijn we meer kachels die lamp. Vroeger de Zwaluw. Sigarenfabriek er ook al geweest. Noord, Oost, Zuidwest, Moeslandse carnaval op zijn best. Van welke vereniging is dat? Van Nigering. Welke? Nigering, een jong clubje nog. En ja, we staan nu voor het tweede jaar met deze schone optocht. Hoe zwaar de vorig jaar? Dertiende. Dertiende. Net die was de 12. Dus ja, nou werd ja. Ja. Maar dat geeft niks. Nee, het gaat toch omdat je mensen al schik hebt. Ja, het wordt flink ongewijd. Het houdt eruit mooie poppen. Hè. Waar gaan die poppen eigenlijk op? Ja, hier voor op links of rechts is een Chinees. Links is een Negerin. Er staan van het zuiden. Chinees van het oosten. En dan hebben we achter, links achterop, staan nog een cowboy van het westen. En dan door rechts achterop staat nou een Viking, die is van het noorden. Dit is eigenlijk van de hele aardbol. Ja. Maar Moeslanden gaat bovenaan. Ja, dat is de middelste pop en een boer. Dat is ja, toch wel ongeveer het teken van het schoik. Het zijn niet allemaal boeren, hè? Ja, wel wel. Zeg, wie heb ik eigenlijk gesproken? Patrick Dromers. Mooi. Woon je ook in schoik? Ja, ik woon ja, al 18 jaar in schoik. Dus je bent 18 jaar? Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Bedankt. Jan Vos, altijd nog scherp.
Snapt hem, Gabert. Mooier dan Jan. Ik loop een beetje in de war, volgens mij, maar er kan er niks gebeuren. Nu krijgen we Niegering. Niegering, Noord, Oost, Zuidwest, Moeslandse carnaval op zijn best. Straks zijn we ook, vanmorgen zijn we daar geweest, toen ze het opbouwen waren. Nu zien we hier de wagen trekken. Dan is het toch een heel ander gebeuren. Hier heb je het volgende dweilorkest. Staat niet op mijn lijst, maar als ik alles goed bekijk, dan is dit uit de reek. Ja, nou zie ik het weer. Ze hebben allemaal mutsen op. Onderrek. Ik heb ze al 3-4 keer gezien en nu ken ik ze bijna nog niet meer. Maar het is onderrek. Uit de reek. Elfde prijs. Elfde prijs is een mooie prijs. Een carnavalist getal op een carnavalsvereniging die je niet uit mag poetsen. Want het is carnavalsvereniging Niegering!
gereden hier.